Ja, politiek commentator Wouter de Winter, daar zijn we weer met een nieuwe afhameren. Het is nooit saai in Den Haag en zo gaan we deze week natuurlijk weer verder. Deze man achter ons, die moet het dan gaan doen. Informateur Remkes, een nieuw kabinet zien te vinden. Maar uiteindelijk na 10 uur overleg tussen D66, VVD en CDA was het... we gaan woensdag verder. Ja, en dat is niet helemaal onverwachts natuurlijk. We wisten dat er wel deze week iets moet gaan gebeuren. Maar er moeten vandaag, op dinsdag, ook de fracties worden bijgepraat. Geïnformeerd en misschien ook om toestemming gevraagd over het vervolg van de koers. En de inzet van de onderhandelaars van deze drie partijen. Ja. En dan gaat er morgen, is er weer een ontmoeting en wordt er verder gesproken. Maar de signalen die ik opvang zijn niet heel erg hoopgevend. Nee, het is niet zo dat de fracties moeten bij worden gepraat en dat er een bepaalde optie nu op tafel ligt. Wat ik begrijp is dat, en dat was de opdracht ook van Remkes, hè, om te kijken of hij een minderheidskabinet in elkaar kan timmeren, bestaande uit VVD, D66, CDA, ja, of een selectie daarvan. Maar wat je hoort over wat er op de Zwaluweberg is gebeurd, een dagje of 10 geleden, en ook gisteren weer, is dat D66 aan die onderhandelingstafel heeft gezegd dat ze geen minderheidskabinet willen. Dat ze dat niet zien vliegen. Ja. Dan kan je je wel afvragen, wat doe je dan 10 uur binnen? Want de opdracht van Remkes is een minderheidscoalitie onderzoeken. Ja. Zij hopen kennelijk op een afspraak of een doorbraak waarin iedereen tot de conclusie komt dat er geen minderheidskabinet mogelijk is onder dit politieke gesternte. Als je keek naar de algemene beschouwingen waar mensen zich toch ook wel fel kunnen uitlaten, of het debat over Afghanistan, waarin bleek dat de oppositie zich heel snel kan verenigen en zomaar een paar bewindspersonen kan afkeuren of een motie van wantrouwen kan indienen en wegsturen. Dus D66 vindt dat kwetsbaar. Dat hoorde je vorige week tijdens die beschouwingen ook al. En ik begrijp dat ze dat gisteren ook aan tafel hebben herhaald bij Remkes. Oké, dat is duidelijk. Dit weekend kwam D66 bijeen in Amsterdam. En toen sprak Sigrid Kaag toch van een soort van geste, een doorbraak, wat zij aanbood. Wij zijn bereid een concessie te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. En laten we dan met 6 van de constructieve partijen, VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie aan tafel gaan. Ja, ik moet een beetje glimlachen om dat applaus. Want het wordt toch een beetje gepresenteerd als een doorbraak of zo. Dat is wel grappig. Omdat het juist ook D66 was die eerder een blokkade, die ze nu kennelijk op heeft ingevoerd. Maar ook omdat ze dat idee van die 6 partijen al voor de zomer een keer heeft laten vliegen. En dat dat toen eigenlijk niet ging vliegen in het overleg met onder andere VVD. Maar ook een aantal andere partijen zat daar toen bij. Dat was een hele nare, stekelige middag bij informateur Hamer destijds. Dus dat zag er niet heel erg voorspoedig uit. Maar de manier waarop het gebracht wordt is natuurlijk ook heel erg voor de bühne en ook heel erg voor de D66-achterban. Van kijk eens, als we het nou nog eens doen zoals wij het willen. Is dat niet een goed idee, D66? Ja. Mensen zeggen, nou, knap, Sigrid, goed gedaan. Dus een beetje raar, een beetje sigaar uit eigen doos. Er zit wel één verschil in, is dat het heel nadrukkelijk door Kaag wel wordt benoemd dat die ChristenUnie niet langer taboe is voor D66. Ja. Ja. En dan kan je natuurlijk zeggen van ja, als ze met z'n 6 aan tafel gaan, dan kan D66 een voorstel doen waarbij je de ChristenUnie binnen een dag van tafel jaagt. Bijvoorbeeld zelfmoordpil, ik noem maar even iets geks. Ik zeg niet dat ze daarmee komen, maar om even indruk te geven. En dan heb je alsnog de Kaag-coalitie die dan overblijft. Ja. Ik denk dat je dan een beetje buiten de waard rekent, want het CDA is ook niet zo, staat ook niet zo te popelen om al die medische ethische agenda zaken van Sigrid Kaag te omarmen. Maar ja, er wordt voor haar achterban wordt een signaal gegeven van: ten eerste, ik ben nog steeds in charge en ik kom nog steeds met constructieve plannen en ideeën. De vraag is of het heel erg veel zoden aan de dijk zet. Omdat je al bij de andere partijen hoorde van ja, uiteindelijk is het meer een herhaling van zetten dan heel veel nieuw. Ja, ja. Nog één puntje daarover, want dan moeten we echt door. Zou VVD en CDA wel bereid zijn om met PvdA en GroenLinks te gaan als de roestige auto, zoals D66 hem eerst noemde, ChristenUnie erbij komt? Willen ze dan misschien wel die brede? Nou, het argument van in ieder geval Rutte was de afgelopen maanden dat het onwenselijk zou zijn als het hele midden in één kabinet terecht zou komen. Omdat dan het debat in het midden
heel bijzonder dat we tegenwoordig over GroenLinks hebben als een middenpartij, maar goed, Allah. Dat het hele kabinet dan verenigd zou zijn uit middenpartijen en dat er alleen nog maar flanken omheen stonden die de enige oppositie zouden zijn tegen het kabinet. Dus het is of midden of het is radicaal, zoals ik het dan maar even omschrijf. Ja. Dat vindt de VVD een heel eng idee. Ik weet ook niet of D66 er ook echt achter zit. Er zit natuurlijk wel meer linkse signaturen in, want de ChristenUnie is natuurlijk helemaal niet zo rechts. Alleen hoe werkbaar het is voor alle. 6 partijen die niet allemaal nodig zijn voor die 76 zetels. Dat betekent dat partijen ook voortdurend kunnen zeggen van, nou ja, wij stemmen maar even niet met dit kabinetsvoorstel mee. Partij als ChristenUnie of partij als GroenLinks. Waardoor elke keer de VVD, CDA en eigenlijk ook D66 die sigaar zijn. Want die zullen de kabinetsvoorstellen steeds aan de meerderheid moeten helpen. Ja. En die andere 3 partijen zijn dan in wisselende samenstelling nodig voor een meerderheid. Ja. Wordt allemaal erg ingewikkeld. Dus ik acht het eigenlijk heel onwaarschijnlijk dat er een 6-partijen-kabinet komt. Oké. Je zei het vorige week ook al dat je toch vooruitkeek naar eventueel nieuwe verkiezingen. We gaan kijken hoe dat verder gaat. Nu lijkt het alsof ik ernaar uitkijk. Nou, misschien zijn er wel steeds meer mensen die ernaar uitkijken. Want die kunnen hier natuurlijk op een gegeven moment geen touw meer aan vastknopen. Ja. Wij genieten er misschien van als politieke volgers. Maar dan krijg je dus ook weer al die verkiezingsdebatten. En dan krijg je weer die scherpe toonhoogtes en het afstand zoeken van elkaar. En ik denk juist dat om een kabinet nu te maken is dat je toch elkaar zal moeten vinden en elkaar zal iets dingen zou moeten gunnen. Ja. En niet de tegenstellingen nog verder vergroten. En dat heb je in een campagne wel altijd. Want zie maar weer eens uit die schuttersputjes terug aan de onderhandelingstafel te komen. Ja. Dat is nu al bijna onmogelijk. Laat staan dat je er nog een keer een dunnetje over doet. Nou ja, dan dus Sophie Hermans en Rob Jetten naar voren schuiven. Want daar was jij in je column vrij positief over. Met name over Rob Jetten ook. Ja, je zag wel dat Rob Jetten vorige week, even los van of je het ideologisch met hem eens bent, maar wel de kunst heeft van het debatteren. En ook bruggen weet te slaan naar verschillende delen in de Kamer. En ook de premier af en toe een bepaalde kant wist op te sturen. Heel behendig heeft hij dat gedaan. Deed een beetje denken aan de behendigheid die je ook bij Alexander Pechtold wel zag. Of misschien ook zelfs Geert Wilders, want die is ook politiek heel behendig in het debat. Sophie Hermans was vooral pragmatisch. Die zei, ik moet nu eigenlijk mijn VVD-ziel aanbieden aan de Tweede Kamer. Iedereen gelijk geven die zeggen dat de afgelopen 11 jaar verschrikkelijk was. Maar nu moeten we vooral weer samen door. Ja. En hier heb je een miljard en dan kunnen we dat met elkaar verdelen. Dus die was gewoon pragmatisch, maar ideologisch. Bedoel, waar de VVD voor stond, dat hoorden we eigenlijk niet. Nee. Maar er zat in ieder geval weer wat beweging in. Dat is ook weer wat waard. Daar ga ik. Kaag, Bijleveld, Zijlstra, Van Ark, Van Nieuwenhuizen, Bruins, Menno Snel, Harbers, Mona Keizer, Bas van 't Woud, Tientje van Veldhoven. 11 heb ik ze allemaal? Volgens mij ben er nog een paar vergeten. Ja, maar Wouter, 11 zijn er weg. 12 geloof ik. Zijn het er 12? Ja, dat hoorde ik gisteren. Dus ik ben ook de tel kwijt. Ik heb het vanochtend nog opgezocht, maar misschien mis ik er één. Ja. Maar het is wel een heel pijnlijk beeld. Het is heel pijnlijk. Het is natuurlijk wel zo dat we niet... Verschillende redenen. Ja, precies. Je kan niet iedereen over een kam scheren. Met Zijlstra wat begon met de leugen over de dacia van Poetin. Tot Van Ark die overspannen is. Van 't Woud ook. Motie van afkeuring voor Kaag en Bijleveld. En natuurlijk Van Nieuwenhuizen die dacht, ik ga lekker veel geld verdienen bij een lobbyclub. Maar het geeft een heel pijnlijk beeld. Het geeft ook echt, het is illustratief voor de staat van de ontbinding van onze politieke kasten momenteel. En ook de reden, misschien niet de reden, maar onder welk gesternte die moeizame formatieonderhandelingen natuurlijk zijn. Ja, ja. Maar Mona Keizer kwam daar dus ook bij. Door een explosief interview natuurlijk zaterdag in de Telegraaf, waarin ze echt afstand nam van het QR-beleid op de dag dat het ingevoerd werd en gehandhaafd moest worden. Later had ze ook een brief waarin Keizer schreef, langzaam overgaan naar een systeem dat je alleen maar naar binnen komt met een vaccinatieverstelbewijs is onnodig, niet proportioneel, niet meer te rijmen met mijn politieke inspiratiebronnen en de grondwet. Het is toch wel schrikken als iemand in het demissionaire kabinet zich zo heftig verzet tegen wat het kabinet moet uitdragen. Ja, en het was eigenlijk een zoals iemand ook uit haar partij het gisteren aan mij omschreef, een emmer waar die druppel elke keer in. En dan denk je van, nu stroomt die over en dan stroomt die nog niet over. Nou, hij is afgelopen zaterdag dus wel overstroomd. Of eigenlijk al de paar dagen en weken daarvoor, omdat ze in het kabinet wel merkte dat Keizer steeds meer aan het afhaken was bij de koers die Hugo de Jonge en minister Grapperhaus van Justitie, en die dus over de handhaving
gaat, aan het varen waren. En dat is natuurlijk extra pijnlijk, omdat dat om CDA'ers gaat. Ja. Er is nu een beetje een indruk ontstaan dat Rutte vanuit zijn torentje heeft besloten dat Mona Keijzer maar weg moet. Maar dit is natuurlijk iets wat echt ook in het CDA heeft gespeeld en geregeld is. Ja. Hè? Het is niet zo dat minister-president Rutte zomaar bewindspersonen ontslaat zonder dat hij daar de zegen voor heeft. Om zich schetsen dat een beetje in een tweet, hè? Alsof het zo gegaan zou kunnen zijn. Ja, het is echt een CDA-beslissing. Die hebben dat vrijdagavond hebben ze dat interview via Mona Keijzer. Want wij houden het natuurlijk warm voor de krant van zaterdag. Maar via Mona Keijzer hebben ze dat interview gekregen, hebben dat gelezen. En dachten, ja, dit wordt aftreden. Want als je je zo nadrukkelijk verzet tegen datgene wat wij in het kabinet hebben besloten en ook uiteindelijk hebben besloten dat we dat ook zo gaan uitdragen. En dat vervolgens publiceert of laat publiceren op de dag dat die grote verandering met die invoering van die coronapas moet plaatsvinden. Ja, dan ondermijn je eigenlijk alles waar het kabinet dit weekend mee bezig was. Want als je achter de schermen nog kijkt, Wouter, wat mij zo verbaast is, Hugo de Jonge staat al onder een enorm vergrootglas. We hebben hier eerder geschetst ook dat zijn veiligheid zelfs in het geding is. Die QR-pas is een heel gevoelig thema in de samenleving. Ja. Als je dan als bewindspersoon je zo fel uitspreekt daartegen, hoe komt dat aan bij de jongen, bij Hoekstra, als ze al zo onder druk staan? Hoekstra die is daar denk ik wat zakelijker in. Ik had wel het idee dat Hugo de Jonge wel echt emotioneel erover was. Hij stuurde ook een tweetje waarin hij eigenlijk alleen maar de verklaring van de RVD uitknipte, waarin stond dat ze eigenlijk eruit was gegooid. Ja. Dat was het enige wat er in die tweet stond. Geen bedankje van we gaan je missen en het kon niet. Maar gewoon keihard zo van ze ligt eruit. Hoekstra was als partijleider bedankt voor al die jaren dat je voor het CDA hebt. En ze heeft ook heel veel voorkeurstemmen voor het CDA ook in de loop der jaren ook binnengehaald. Dus ook echt niet een te onderschatten kanon eigenlijk voor het CDA geweest, de Mona Keijzer. Maar zij voelde zich echt heel erg ongemakkelijk met wat ze dan omschreef als de mensen die ook in families en in vriendengroepen tegenover elkaar komen te staan. Omdat sommige mensen wel voor die coronapas voelen en anderen zich hun leven daar niet op wensen aan te passen. En ze zegt, mensen komen echt tegenover elkaar te staan in een situatie waarin we nu zitten, waarin de besmettingen dalen, het gevaar in ieder geval binnen de perken lijkt te zijn gebracht. En zij zegt, ik kan dit gewoon niet meer voor mijn rekening nemen. En vindt bovendien dat je al heel snel als een gekkie of een wappie wordt neergezet op het moment dat je serieuze bezwaren hebt als burger tegen de koers die het kabinet vaart. En de uitspraak van Hugo de Jonge van vorige week, dat hij zich niet kon verplaatsen in het feit dat mensen zich niet willen vaccineren, dat heeft haar ook echt wel getriggerd. Omdat je juist vindt, zij, je moet kunnen verplaatsen in de minderheid die niet alleen maar met aluhoedjes staat te demonstreren bij restaurants en bij de Tweede Kamer. Ja. Maar ook gewoon serieuze burgers zijn die gewoon morele bezwaren hebben tegen dit beleid. Zo zit er heel veel spanning in de samenleving die misschien gesymboliseerd wordt ook door Mona Keijzer met die QR-passen. Hoe leeft dat nu tot slot, Wouter, in het kabinet? Want die spanning zit wel echt in de samenleving nu. Ja, ik denk dat ze toch wel so far so good hebben gedacht. Omdat dit weekend, ook al waren er problemen met die app natuurlijk, in de storing, het niet tot een enorme veldslagen heeft geleid, om het maar even niet diplomatiek uit te drukken. Je ziet wel, bijvoorbeeld gisteravond in Utrecht natuurlijk, bij dat restaurant Waku Waku. Kopfruithof, hè? Dat je toch denkt aan vroeger. Ja. Dat daar dus gebeuren dus nog wel dingen. Dus je kijkt in het denk nog wel even aan, maar ik denk dat over het algemeen het idee is van goed, de samenleving heeft het grosso modo wel geaccepteerd, lijkt het op dit moment. En ze hopen natuurlijk dat de komende dagen en weken het relatief of misschien rustig blijft. Ja. Maar nog wel enigszins bezorgd, want inderdaad, mede als katalysator natuurlijk het vertrek dat Mona Keijzer heeft aangekondigd, of eigenlijk het feit dat ze eruit moest worden gezet, zet natuurlijk het kabinet wel enigszins op achterstand. Omdat het kabinet de indruk wekt dat tegenspraak in het kabinet over de coronacrisis niet geduld wordt. Ja. En dat kan mensen ook inspireren om zich ook in het openbaar daar extra tegen te verzetten. Dus dat was wat dat betreft heel pijnlijk. Maar tot nu toe denken ze, so far, so good. Wouter, dank.